dit kan helemaal niet. Riep de verbouwereerde 538 DJ Frank Tane uit. Normaal duurt het zo'n 2 weken voor de identiteit van de mystery BN'er geraden wordt. Nu heeft de tweede kandidaat het op de eerste speeldag al bij het rechte eind. Sportjournalisten. Tane, die begin dit jaar de ochtendshow van Edwin Nevers overnam, nam het radiospelletje over uit zijn eigen eerdere radioshows. Kandidaten mogen de mysterieuze gast vragen stellen, die uitsluitend met ja of nee te beantwoorden zijn. De eerste kandidaat vroeg of het iemand was die met sport te maken had, maar zij gokte op Dylan Schippers. Daarna kwam Kili Zom uit Tamperschat. Is het een sportjournaliste? Met het ja was het voor Zonklippen klaar. Dat moest de presentatrice en sportjournaliste Helen Hendrik zijn. Met de snelle ontmaskering van de mysterieuze gast verdient de Stamperschatse een geldprijs van €5.000. Eerder dan gedacht moet Frank Tane op zoek naar een volgende mystery BN'er, die dinsdagochtend in de eerstvolgende uitzending te horen is.